Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanuit het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade, de thuishaven van Roda JC. En dan hebben we het natuurlijk over de Eredivisie. Straks de Sumo Challenge tussen de leerkrachten. We hebben de vlog van Job, maar we beginnen natuurlijk met het kerngezonde nieuws van deze week. De leerlingen van basisschool De Neerakker uit Heidhuizen gingen onlangs op bezoek bij de senioren van woonzorgcentrum Sint Charles. De twee generaties speelden samen allerlei spellen en ze bereidden een kerngezonde wrap. En die werd natuurlijk daarna ook geproefd. Daarnaast werd er ook nog een voedingsquiz gespeeld. In het kader van Jong Leren Eten gingen de scholieren van de Spoorzoeker uit Kerkrade op bezoek bij de leerlingen van het speciaal onderwijs van Sint-Jan Baptist. Eerst namen ze daar een kijkje in de groentekas. En daarna maakten ze groentesoep en roosterden ze rozemarijnbrood buiten op het open vuur. De groenten werden ook gebruikt om een kerngezonde wrap-pizza te maken. En tot slot speelden ze de voedingsquiz waarbij de leerlingen goed moesten samenwerken, proeven en ruiken. Zeg Job, wat zullen we deze week eens doen? Wow, gaaf, kijk daar! Is dat niet Kenny Jacobs, de tweede beste skateboarder van de wereld? Wow, super vet! Zullen we gaan kijken? Goed idee. Het skaten van jou ziet er echt super goed uit. Maar hoe kan het dat jij zo goed bent geworden? Nou, ik skate eigenlijk super lang. Misschien al 13, 14 jaar. En ik heb al super veel kunnen oefenen. Dus ik skate hier bijna elke dag. Ik skate 7 dagen in de week, maar ik skate ook heel veel wedstrijden. En Waar heb je dan allemaal wedstrijden? Waar ik allemaal wedstrijden heb. Ik heb de meeste wedstrijden in Amerika. Daar zijn eigenlijk de hele grote wedstrijden. Maar ik heb nu binnenkort eentje in Noorwegen. Dat is de X Games. Dat is een beetje de Olympische Spelen van het skaten. Maar in 2020 ga ik naar de echte Olympische Spelen. In Tokio. Super de dupe. Wil je ons ook leren skaten? Zeker. Maar wel eerst bescherming, zodat jullie niet dadelijk eruit zien zoals ik. Oké, stap 1. Voorste voet erop, kan links of rechts zijn. Achterste voet erop. En dan probeer maar eens met je achterste voet te steppen. Op. Moet je even hier bij de straf staan. Yes. Jij doet dus naar achter leunen. Want als je hier naar beneden valt, zeg maar als je dit aan het doen bent, dan kun je je zo altijd opvangen. En dit is echt mega zeer zonder beschermers. Gaat ie? Oh nee, dat vind ik echt heel eng. Wie het eerste beneden is? Ja, proficiat Job. 3, 2, 1, kom. Ik durf niet. Je kent het. Mag ik eerst zo doen? Ik ga naar voren leunen. Ah, yes.
Poe zegt dat skaten is best wel lastig. Dit is ook best wel lastig. Ik heb al heel lang kunnen oefenen. Ik denk als jullie lang oefenen, het gaat al een stuk beter toch? Ik denk als jullie goed blijven oefenen en gewoon doorgaan. Het is een beetje net zoals in het leven toch? Af en toe vallen, af en toe opstaan. Maar uiteindelijk als je doorgaat, dan kom je er wel. Maar jongens, ik moet er intussen. Tot de volgende maar weer. Toedeledokie. Zo, mij lijkt dat wel wat. En wat jullie betreft, tot de volgende keer. Doei. Doei, Santi. Ja. Ik ben juffrouw Evelien van basisschool Dobbelsteen, groep 6-7. En ik ga winnen omdat de kinderen ontzettend goed kunnen aanmoedigen. Ja, op deze prestatie kunnen de leerlingen van basisschool De Dobbelsteen super trots zijn. Juffrouw Evelien is namelijk de nieuwe koploper. Haar tijd was al heel scherp met 27 seconden en 50 honderdste. Maar dankzij die geweldige worp op het grote dartbord gaan er ook nog eens 25 bonus seconden vanaf. En dan is ze een fractie sneller dan meester Roy uit Kerkrade. 2,5 seconden is haar klinkende eindtijd. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Tijd voor onze wekelijkse rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. En weet jij het goede antwoord? Stuur het dan samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar onderstaand mailadres. De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en is eregast op de Kerngezond afsluitdag aan het einde van dit schooljaar. En let op, want er zijn nog maar 3 rebussen te gaan en dus ook nog maar 3 plaatsen te vergeven. En dit is de goede oplossing van de opgave van 2 weken geleden. Op het eerste plaatje zie je een fles en maak je van de eerste 2 letters een D en een R, dan krijg je dres. Dan een muur en maak je daarvan de M een S, dan krijg je zuur. Bij het onderste plaatje wijst de pijl op de baard. De B wordt een P en dus krijg je paard. Samen maakt dat dressuurpaard. De jury heeft onder alle inzenders de winnaar uitgeloot en die staat nu onder in beeld. Van harte gefeliciteerd. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Kerngezond TV. Het goede antwoord op de rebus levert je misschien een hele mooie prijs op. Je kan ook nog steeds abonnee worden op onze social media. Onder in beeld staat precies hoe dat werkt. En dan bedank ik jullie voor het kijken en graag tot de volgende Kerngezond TV. Hier zeggen ze in Kerkrade, adieu. Adieu, waar? De knippen we eruit, hè? Nee, dat blijft. Ik denk dat dit erin blijft gewoon.